Wij maken zonnepanelen die geschikt zijn voor scheepsluiken. Scheepsluiken die zie je hier liggen, die gebruiken schippers om hun lading af te dekken. En wij maken zonnepanelen die precies op deze luiken passen, zodat ze duurzaam hun energie kunnen opwekken. Schepen die varen op dit moment nog op diesel en ook voor de stroom aan boord moeten ze diesel gebruiken. Er is natuurlijk niet zomaar de mogelijkheid om stroom van het net te gebruiken. En door zonnepanelen aan boord te hebben kunnen ze daarmee uitstoot besparen. Zonnepanelen die hebben vaste afmetingen en zijn van glas en daardoor dikker en zwaarder. Voor deze luiken is het heel belangrijk dat ze gestapeld kunnen worden en daarom zijn er zonnepanelen nodig die dun zijn en exact de juiste afmetingen hebben. We gaan een jaar rondvaren met zonnepanelen op twee luiken. Daarin gaan we meten wat de opbrengst is en we gaan ook kijken of het systeem robuust genoeg is voor de omstandigheden op een schip. Als je een schip helemaal vol zou leggen, dat is zo'n 850 vierkante meter aan luiken, dan zou een schipper 40.000 liter brandstof en daarmee 100 ton CO2 uitstoot kunnen besparen. Nou, dit prototype gaat dus een jaar rondvaren en daar gaan we heel veel van leren. Met het CityLab budget gaan we eigenlijk aan de kant een tweede prototype maken waar we continu verbeterslagen kunnen maken op basis van de dingen die we leren van het schip wat rondvaart.